Oh, jongens, ik ben zo ontzettend blij. Weet je, ik ga het nu even loslaten. Want ik heb er vandaag weer de hele dag over nagedacht. En ik ga het nu even loslaten. Ik reageer er denk ik niet zo goed op. Want ik heb zo... Ik kan niet eens normaal kijken in het licht. Helemaal leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. We zijn in een nieuwe week. De week na de meivakantie. Deze week heb ik 2 tentamens staan voor school. Ik moet wat dingen gaan afronden deze week. Want die moeten volgende week ingeleverd zijn. Dus ja, er komt langzaam een beetje een einde aan mijn lessen. En aan mijn dingen die ik moet doen. Dus ja, nou ja, dat is prima. Ja, het is... 11:15, zoals je ziet. Nou, ik ga dus pas over een kwartiertje eten, want ik doe dus een... Ik doe even de deur dicht. Ik doe dus nu een intermittent fasting dieet. Of nou, dieet. Het is niet echt een dieet, maar het houdt eigenlijk in dat je tussen 12 en 8 eet. Dus dan eet je 16 uur op een dag niet en 8 uur op een dag wel. Ja, ik weet nog niet of ik er echt fan van ben, want ja... Ik eet wel minder op een dag daardoor, want ik sla eigenlijk mijn lunch over. Maar gisteren had ik bijvoorbeeld dan wel rond 1:04 echt weer trek. En toen heb ik gewoon een rijstwafel met avocado gegeten. Maar ja, ik weet niet. Ik heb wel het idee dat je, kijk, je hebt wel minder calorieën, maar je hebt voor mijn gevoel ook minder voedingsstoffen. En dat zit een beetje in mijn hoofd van ja, is dat dan wel goed, weet je wel? Ik ga het gewoon heel even proberen en anders ga ik gewoon... Dit iets van 2 keer in de week doen en de rest van de week gewoon normaal eten. Online staan er heel veel voordelen van dit. Maar dus ja, ik geloof ook wel dat het ergens goed zal zijn. Want mijn moeder bijvoorbeeld, die eet altijd zo. Die slaat eigenlijk vaak het ontbijt over. En of die verplaatst het naar een later moment. Dus ik weet het gewoon niet. Ik weet het gewoon niet. Zijn er mensen die hier verstand van hebben? Reageer hier even onder. Ik ben gewoon dingen aan het uitproberen. Want daar heb ik nu gewoon lekker de tijd voor. Om qua eten ook gewoon dingen te proberen. Dus ja. Hallo, het is vandaag dinsdag. En oh, ik kan niet eens normaal kijken. I need to explain this. Ik heb dus heel erg last van mooie koorts. Zoals heel veel andere mensen. Vandaag had ik er weer heel veel last van. Ik had heel erg jeuk in mijn oog. En ik heb dus pas geleden deze oogdruppels gehaald. Van Avogel. En die heb ik vandaag ingenomen voor het eerst. Ik reageer er denk ik niet zo goed op. Want ik heb zo... Ik kan niet eens normaal kijken in het licht. Echt, het doet veel te veel pijn. Mijn ogen branden fucking erg. En dat is echt niet oké. Ik ga zo meteen ook eventjes mijn ogen uitspoelen. Want ik heb wel... De make-up er al afgehaald, maar ik heb het idee dat ik er echt nog even met water flink in moet zitten. Maar daardoor ben ik nu super, ja, mijn ogen doen gewoon heel veel pijn. Ik was net heb ik helemaal aangekleed, ik heb nu mijn trui weer aan. En ik ben dus even naar mijn opa gaan fietsen, want die is vandaag jarig. Zijn we even mee gaan kletsen, gewoon op een afstand. Even gefeliciteerd, dus dat was leuk. Maar tijdens het fietsen had ik zoveel pijn. Nou, ik lig nu in mijn bed. Ja, ik denk even mijn ogen dicht doen, want het doet echt fucking veel pijn. Ik ga eerst nu even uitspoelen nog. Vanavond heb ik mijn liedinterpretatie tentamen, dus ik hoop dat dit dan weg is. Want anders sta ik echt zo om mijn liedinterpretatie te doen. Maar misschien dat het dan beter overkomt, omdat het dan lijkt alsof ik huil. Maar het is niet oké. Hola, het is vandaag... Welke dag is vandaag? Woensdag. Ja, het is woensdag. Vandaag heb ik weer een dag als alle anderen in quarantaine. Mijn leven is echt een beetje saai. Ik kom vandaag weer een beetje laat mijn bed uit. Ik weet niet, het lukt me gewoon niet zo heel goed meer om vroeg op te staan. Ik ben vandaag ook wakker geworden met enorme kaakpijn. Ja, ik denk dat ik dus mijn kaken te hard klem in de nacht. Maar ik heb daar nooit echt last van gehad. Maar nu werd ik echt wakker met... Heel erg kaakpijn. Vandaag is een dag waarin ik mijn vlog moet editen. Want dat heb ik gisteren weer niet gedaan. Dus ik hoop heel erg dat ik hem vandaag op tijd online ga krijgen. Ik moet de hele vlog nog editen. En het is een super lange vlog. En ik moet solfège oefenen. En dat heb ik net al even gedaan. Nu ben ik daar weer mee gestopt. En nu ga ik denk ik vanavond het nog een keer doen. Nog een keer herhalen. En dan ga ik het morgen maar gewoon doen. Want ik oefen er al weken op. Dus... Gaat ook niet heel veel beter worden dan wat ik nu kan. Dus ik ga morgen gewoon mijn tentamen doen. En dan zie ik wel wat eruit komt. Oh ja, dat wilde ik nog even zeggen. Ik ben dus weer gestopt met mijn intermittent fasting. Ik vond het eigenlijk geen succes. Ik heb het letterlijk 3 dagen gedaan. Maar ik vind het gewoon... Het maakt me heel lui. Het zorgt er echt voor dat ik nog later mijn bed uitkom. Omdat ik dan ga wachten tot ik kan ontbijten. Ik kan dan, voordat ik ontbijt, kan ik niet productief zijn. Dus dat werkt gewoon niet voor mij. Ik moet gewoon ontbijten als ik wakker word. En dan ben ik ook daarna gelijk
wakker en heb ik zin om iets te doen. En anders blijf ik gewoon letterlijk tot 12 uur in mijn bed liggen om te wachten tot ik kan ontbijten. Het is gewoon niet voor mij weggelegd, want ik hou gewoon te erg van mijn ontbijt. En die wil ik ook graag als ik gewoon wakker word, dus ja. Oh jongens, ik ben zo ontzettend blij. Ik heb dus een pakketje binnengekregen van AliExpress. En ik wacht hier echt al, ik denk al 2 weken op of zo. Wat nog best wel snel is hoor. Dus op zich niks te klagen. Maar oh, ik wacht hier echt al zo lang op. En hij is er eindelijk. Dus ik ga het voor jullie openmaken. Volgens mij heb ik het in 2 weken vlogs geleden al gezegd. Dat ik een dupe heb besteld van mijn Gymshark pakje. Ik leef dus ongeveer in mijn Gymshark legging. Maar dat is eigenlijk gewoon een seamless legging. En ik wist toevallig, omdat ik heel veel YouTube kijk. Dat ze via AliExpress heel veel van die dupes daarvan bestellen. Verkopen. Dus ik wilde dat gewoon heel graag uitproberen. Want dit setje heeft mij geloof ik €16 gekost. En mijn setje van Gymshark €85. Dus top en broek. Dus ik dacht, laat ik dit uitproberen. Dus goed, laten we hem openmaken. Ik ben zo benieuwd hiernaar. Nou, dit voelt echt ten eerste. Wow. Dit voelt echt best wel als hele goede kwaliteit. Ga eens weg, Milou. Wil je ook op de vlog? Wil je ook op de vlog? Oh, jij wil dat plastic. Dat is het. Ik zei dus, het voelt echt super goed aan. Maar ik geloof er ook eigenlijk ergens wel in dat bepaalde dingen in dezelfde fabrieken worden gemaakt. Ja, dat is misschien heel lullig om te zeggen, maar ik geloof daar wel gewoon een beetje in. Ik heb dus in maat M besteld. Bij Gymshark had ik een S. Maar AliExpress kan soms nog wel eens wat kleiner uitvallen. Dus ik dacht, ik ga gewoon voor safe. Beter iets te groot dan te klein. Nou, dit is dus de top. En dan hebben we hier de broek. Oh, hier zit wel een haaltje los. What the fuck? Waar komt dat vandaan? De kwaliteit voelt, de band voelt heel stevig. Dit stuk eronder voelt wel ietsje, ik denk iets meer stretchy nog dan die van Gymshark. Maar het is natuurlijk ook een maatje groter. Dus, maar ja, over het algemeen ziet het er best goed uit. Dus, nou ja, leuk. Laat ik het aanpassen. Ik ben even naar boven gelopen naar mijn spiegel. Ik heb hier wel echt minder goed licht, maar kan het wel beter laten zien. Ik heb hem aan, zoals jullie zien. En mijn eerste conclusie is dat ik hem echt wel een maatje kleiner had kunnen bestellen. Ik deed hem aan en ja, hij is zo stretchy dat ik hem echt makkelijk een maatje kleiner had kunnen doen. Want bij mijn buik zit hij nu ook echt niet heel erg. Kijk, hij zit goed. Hij zit gewoon om mijn lichaam heen. Hij had echt wel een maatje kleiner gekund, want dan zat hij gewoon net even wat strakker. En ik hou daar wel van. Als het bij mijn buik gewoon lekker, zeg maar, als mijn buik er lekker ingezogen zit. Vind ik het heel erg? Nee. Hij zit gewoon goed. Hij zit mooi. Om mijn lichaam. Geen camel toe. Vind ik ook very belangrijk. En de top zit echt, ja, die zit wel weer echt super goed. En ik denk dat die met een maatje kleiner wel weer misschien iets te strak zou zitten. Dus een beetje een struggle. Maar kijk, hij zit prima. Maar ik denk dat ik wel een maatje kleiner had kunnen gaan. Maar ja, en qua kwaliteit, wat ik gewoon heel erg merk, is dat deze iets meer, ja, stretchy aanvoelt dan die van Gymshark, als in, maar daar wil ik ook nogmaals wel in zeggen, ik heb mijn Gymshark een maatje kleiner en die zit ook gewoon echt heel strak om mijn lichaam, wat ik heel erg prettig vind. Daardoor voelt hij waarschijnlijk ook gewoon net wat strakker aan. Nou, het voelt echt als prima kwaliteit. Ik kan echt niks anders zeggen. En dan denk ik voor de prijs, ik heb hier €16 voor betaald en voor mijn Gymshark setje €85. Dan zou ik het wel weten, sorry jongens, maar dan zou ik dit lekker op AliExpress bestellen. Want ik denk dat je hier prima in kan sporten. Ik ben echt heel tevreden hierover. Kan niks anders zeggen. Dus ja, AliExpress heeft me toch weer blij verrast. Helemaal, het is vandaag donderdag. En vandaag ben ik een dag uit mijn leven aan het filmen voor YouTube. Want ik dacht, het is ook wel eens leuk. Aangezien jullie altijd alleen maar weekvlogs zien, om een keertje te laten zien hoe mijn dag er echt uitziet. Want dat is toch altijd wel anders dan dat ik door een hele week film. Dus dat ben ik vandaag aan het opnemen. Dus vandaar dat jullie vandaag eigenlijk geen beelden van mij gaan zien. Maar dan weten jullie waarom. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en I'm back. Ik heb gisteren dus even niet gevlogd. Het is vandaag heel mooi weer buiten. Dus ik ga straks denk ik even lekker in de tuin liggen. Ik heb mijn bikini ook al aangetrokken. Ik wilde vandaag eigenlijk naar papa gaan. Maar ze zijn niet thuis vandaag. Dus dat is even heel erg balen. Nu is mijn planning een beetje overhoop, want ik had zeg maar heel erg daarop gerekend. En
Toen kon het dus uiteindelijk toch niet. Vind ik het heel moeilijk om te switchen naar, oh, ik ga wat anders doen. Ik weet niet, ik kan dat gewoon niet zo goed. Het is echt heel stom. Ik ga zo heel eventjes mezelf insmeren. En dan ga ik lekker in de tuin liggen. En ik denk dat ik even ga werken aan teksten schrijven. Ik moet namelijk voor pianoles een eigen nummer gaan schrijven. Even dat jullie het weten, dat ga ik absoluut niet delen. Dus dat is een beetje anticlimax. Maar ja, ik ben daar nu wel een beetje zo mee aan het... Ja, ik weet niet. Mezelf gewoon een beetje aan het uitdagen om daarin dingen uit te proberen. Het is ook wel echt iets wat ik echt wel heel graag zou willen kunnen. Dus denk ik daar vandaag weer even mee bezig ga. Gewoon heel veel dingen opschrijven. Ik denk dat ik dat ga doen. Nou, ik heb de hele dag echt helemaal niks uitgevoerd. Het is echt ongelooflijk. Ik heb letterlijk alleen maar buiten in de zon gelegen. En ja, ik heb dus geprobeerd om een tekstje te schrijven. En ik heb er echt de hele dag struggles mee gehad. En toen zat ik net op de bank en toen kwam er opeens iets uit me. Waar ik nog steeds niet echt tevreden mee ben. Maar er kwam wel weer iets uit. En toen dacht ik, ja, zie je wel. Soms komt er gewoon een tekst als je het niet verwacht. En juist als ik het zeg maar heel hard probeer, dan komt er niks. Weet je, ik ga het nu even loslaten. Want ik heb er vandaag weer de hele dag over nagedacht. En ik ga het nu even loslaten. Ik was de hele tijd gewoon zo bezig in mijn hoofd. Het is echt super frustrerend. Maar goed, ik heb wel vertrouwen dat er uiteindelijk iets uit gaat komen. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik ga vandaag bij mijn vader langs. Dat wilde ik eigenlijk gisteren doen. Maar toen waren ze er niet. Dus ik ga vandaag... We gaan in de jacuzzi. Lekker hoor. Oh, wat ben je toch vervelend. Nou, ik ben dus weer thuis en ik heb een bloemetje meegenomen voor moederdag. Dus ja, die ga ik dan wel nu gewoon geven. Ook al is het morgen pas moederdag. Maar mijn moeder die heeft denk ik sowieso niet verwacht dat ik er iets zou geven. Dus even een beetje side info. Mijn moeder die geeft dus echt heel weinig om moederdag. En die... maakt het ook echt niks uit als we niks geven. Dus zij is ook niet per se heel erg gewend dat we iets geven. En nu hebben mijn broertje en ik vandaag deze bloemetjes geregeld. Dus die ga ik nu gewoon geven. Want of ik het nou nu geef of morgen, dat maakt ook niet uit. Want het is elke dag moederdag. Oh, ja, kom maar. Oh, okay. Oh! Alvast voor moederdag. Oh, wat een schatje. Hij is echt leuk. Mooi, hè? Ja, super lief. Ja. Ik dacht, ik geef het nu gewoon. Wat maakt het ook uit? Nee. Het is altijd moederdag. Sorry. Hey, super lief. En Wolly, hè? Oh, en Wolly. Ja, hallo, hallo. Goedemiddag. Ik wilde echt letterlijk goedemorgen zeggen, maar het is letterlijk al bijna avond. Ik heb vandaag echt gewoon echt niks gedaan. Alweer. Maar het is wel lekker. Ik vind het wel echt een heerlijke, lekkere, typische zondag. Ik heb gewoon een beetje... Ja, ik werd wakker, een beetje uitgeslapen... Toen ging ik op een gegeven moment nog een beetje online shoppen. Ik heb nog niks besteld, maar gewoon even, ja, gewoon rondkijken. Toen ben ik wat Instagram foto's gaan maken. Ja, verder ben ik gewoon aan het chillen. Ik wilde ook eigenlijk nog gaan studeren, maar ik denk dat ik dat maar morgen ga doen. Ik vind het eigenlijk wel lekker. Ik heb echt een chill dagje vandaag, dus ik vind het echt helemaal top.